Toen ging die bal naar Kluivert en het jonge Ajax-talent scoort. En dat doet hij dan hier. En die bal gaat langs doelman Vonk. Ajax komt op 1-0 na 13 minuten spelen. Met grote dank nogmaals aan Danny Blind. Rijkaard moet oppassen. Petta. Ten Hag en Bogers. Leg erbij! Een moeilijke bal. Niet zo makkelijk binnen te brengen voor Bobby Petta. Overmars. Opnieuw Ronald de Boer. Naar zijn boer Frank. Die stond inderdaad volkomen vrij. Mooi teruggekaatst door Van Vossen op Davids. En Blind kan van afstand misschien uithalen. Nee, daar krijgt hij de ruimte niet voor. Heel knap werk Blind. Kluivert. De Boer Liedmanen. Liedmanen gehaakt even. Hij kon in feite niet uithalen. Maar Temmink wenste er niet voor te fluiten. Hier de situatie nogmaals. Ja, dat rechterbeen is wel heel slecht geposteerd. En je zou kunnen zeggen dat Liedmanen een penalty verdiende. Frank de Boer, wie ziet die vrijstaan? Ja, zijn broer. Maar dan moet hij over 30 meter dan een hele zuivere paas in de benen hebben. Dat riskeert hij maar niet. Kluivert. Zarig. Liedmanen. Ronald de Boer. Deze aanval ook goed. Liedmanen. Duwen. Voorkoppen. Net iets te kort voor Patrick Kluivert. De opzet was bijzonder. Ronald de Boer. Stuurt nonchalant reiziger naar rechts. Met de handgebaar. Kluivert. Hakballetjes goed. Liedmanen. Kluivert. Dan is de schot te zwak, maar de opzet is heel goed. Er werd creatief gedacht tussen Liedmanen en Patrick Kluivert. Kijk nu maar. Gaat die bal over Brands heen. En dan krijgt hij net niet lekker zijn voet achter die bal. Pas van Brands. De bedoeling was Bogers. Liedmanen. Kluivert is gestart. Streppel hield Kluivert vast. Dit is Blind, dit is mooi. Liedmanen, heel subtiel spel van Blind. Liedmanen. Zit nog wat effect aan die bal stuitert dus door. Blind, gaat hij. Danny Blind. De beste Ajax ziet tot nu toe. En tot nu toe is 38 minuten. En hij scoort de tweede goal van Ajax. Via zijn paas kwam Ajax ook aan die eerste goal. En hier rond hij het allemaal af. Danny Blind, 2-0 scoren, Ajax. Frank de Boer. Wat simpel balverlies van Van Vossen. Brands, is goed die paas. Op Marco Bogers is heel goed. Aardig meegenomen. En dan is daar de doelman Van der Sar. Zo van tijd tot tijd heeft Rijkaard toch problemen. Met die Marco Bogers. Paas was van Aarde. Petrovic, Bogers voor. Doorgehaakt, nou, daar gaat hij dan. Bogers krijgt me daar een kans. En Van der Sar gokte op de goede hoek. Dan ben je een goede keeper, maar die dat Bogers veel meer uit moeten halen natuurlijk. Het hakballetje is prima. En dan dit schot. Dit is weer zo'n jong talent uit de Ajax-school, Nordin Woten. Hij komt erin omdat Patrick Kluivert toch licht is aangetikt. Het is een spits. Hij speelt rechts voorin. Dat betekent dus dat Peter van Vossen in het centrum gaat spelen. En dat Mark Overmars naar links gaat. Deze Woten is pas 4 dagen 18 jaar. En speelt al een jaar of 4-5 voor Ajax. En je kunt zeggen wat je wil van Louis van Gaal. Hij durft jong talent te brengen. Frank de Boer wat uit balans, maar herstelt het weer op inzet. En dan wordt het Blind. Terwijl Woter naar binnen snijdt, zou die bal naar de Boer kunnen. Of tot naar Woter. Ronald de Boer. Praktisch niet van de bal te krijgen.
Wouter. Doorgetikt, niet maar Wouter. En dan dat schot, gepakt door Funk. Flitsend, knap. Davies. Die denkt aan de flitsie, maar daar wil Tennis niets van weten. En die heeft echt verstand van voetbal. Hakballetje. Goed gereageerd op Blind. Liedmanen. Van Gossen. Koos voor de korte hoek. Had die bal meer naar rechts moeten pasen. Nu kon Vonk aan die bal komen. Het wordt wel een corner. Hoekschop Ajax. 70 gespeeld in de tweede helft. Liedmanen alsnog. Spectaculair werk van Liedmanen. En het zit hem niet mee. Liedmanen, Davids, rechts geschoten, gepakt. Ronald de Boer. Van Vossen, krijgt die bal weer terug van Liedmanen. Streppel met overtreding. Wouter, het is toch niet te geloven. Hoeveel Ajaxiden tot een doelpunt komen als ze voor de eerste keer in de basis mogen staan. En deze Nordin Wouter, het durvalletje, scoort. Nou, ook goed werk van Vossen. Ajax komt op 3-0. Ruim 18 minuten gespeeld in die tweede helft. Van Vossen, niet zelfzuchtig. Wouter met de schuiver. Ajax staat op 3-0. En die bal terug voor Ronald de Boer. Overmars. En dan krijgen we een vrije schop. Ik gok het op Frank de Boer. Hoewel Blind ook heel met een bal kan. Te snel inkomen in feite voor die RKC-spelers. Ronald de Boer. Frank de Boer. Blind. Liedmanen. Wat een knal. Van Frank de Boer. Petrovic gaat eruit. En wordt vervangen door Harry de Chever. Harry de Chever is rechts voorin gaan spelen. Marco Bogen staat nog steeds in het centrum van die aanval. Eens kijken of er een vloeiende aanval komen. Dit is de Chever. Petta. De Chever. Hakballetjes goed. Petta. Wijker, Bogers, Wijker tegen de verkeerde kant op. Bogers. En het doelpunt. Via die nummer 12, Harry de Chauffeur. Zo ben je een paar minuten in het veld en zo scoor je. En geef je visitekaartje af. Ook niet echt sterk verdedigen van Ajax kant. De Chauffeur. Van de Sartelaat via de paal. RKC doelpunt in de 29e minuut van de tweede helft. Ten Hag. De Chauffeur. Zeef de Chauffeur. Oh! Wat een kans was daar. Voor Schreuder. Maar het tweede doelpunt diende te zijn voor RKC. En wat stuntig verdedigend werk van Ajax. De Chauffeur. Sterke invallen. Gaat die bal langs doelman van de Sar. En dan moet er natuurlijk gescoord worden.